Zaterdagavond begint FC Groningen het seizoen 2013-2014 met een uitwedstrijd tegen NEC. Het duel in Nijmegen heeft een speciaal tintje voor Nick van der Velde, want hij speelde de vorige twee seizoenen op het middenveld van NEC. Van der Velde maakt zijn officiële debuut voor FC Groningen dus meteen tegen zijn oude ploeg. Ja, ik denk dat dat een is van de vele wedstrijden natuurlijk. Misschien omdat ik daar 2 jaar gespeeld heb, toch wel een ander gevoel erbij. Maar ja, het gaat maar om één ding en dat is 3 punten pakken. En hoe gaan jullie dat doen? Met volle overtuiging en met de achterban erachter gaan we gewoon een mooie wedstrijd van maken. En door middel van wilskracht en voetbal met dit team moet het gewoon lukken. En daar gaan we gewoon vanuit. En dat gaat FC Groningen dan doen met Rasmus Lindgren als aanvoerder. Begin deze week hoorde Lindgren dat hij komend seizoen de aanvoerdersband voor de FC gaat dragen. En hoe is dat om aanvoerder te zijn? Ja, ik vind het een eer. Ik ben er wel trots op. Dus ja, ik vind het leuk. Dan morgen de eerste officiële TOS tegen NEC. Hoe kijk je uit naar de wedstrijd? Nou, ik ben heel benieuwd wat wij gaan doen. Ik heb alle vertrouwen in dat we 3 punten kunnen halen en daar gaan we voor. En waar haal je dat vertrouwen vandaan? Nou, omdat ik zie op trainingen dat we heel veel kwaliteit in onze ploeg hebben. En, de laatste oefenwedstrijden waren wat minder. Dat moet ik eerlijk zeggen, maar je ziet gewoon op de trainingen dat er heel veel kwaliteit in de ploeg zit. Ook veel voetbal, dus het moet wel goed komen. We hebben NEC 2 keer aan het werk gezien, we hebben meerdere eredivisieclubs aan het werk gezien. Maar hoe wij daadwerkelijk staan in verhouding tot die teams, dat is altijd heel moeilijk in te schatten. Maar voor mijn gevoel staat er in ieder geval zaterdag een zeer strijdbaar team. Ja. Heb je er zin in? Ja, absoluut, absoluut. Hier werk je toch naartoe, ook deze 6 weken. En het wordt tijd dat we gaan beginnen. Tegenstander NEC is vooral aanvallend op diverse posities gewijzigd. Van der Velden is als oud-speler van NEC goed op de hoogte van het huidige NEC. Ja, er zijn wel een paar nieuwe spelers natuurlijk. Die spits, Higdon en die rechtsbuiten, Heimlin of zoiets. Ja, dat zijn toch jongens, het is iets anders, andere formatie. Maar voor hetzelfde zijn 8 of 9 spelers die gewoon vorig jaar ook daar stonden. Dus, ja. En die ken ik nog allemaal. En, dus ik weet wel een beetje hoe ze gaan spelen. En wat hun bedoeling is. Dus dat is voor mij misschien wel een pluspuntje, dat ik weet hoe ze gaan spelen. Dus. Heb je nog contact gehad met die jongens? Nou, deze week niet. Ik wil me gewoon op die wedstrijd focussen en daarna zal het wel weer even contact zijn. Maar ik ben nu volledig met Groningen bezig en ik ben er klaar voor. Dat contact is er morgenavond, als jij die 3 punten hebt. Dan is er goed contact, denk ik. Ja.